Een broodje-aap-verhaal is een verhaal dat onzin is, maar misschien ook niet. Misschien is het toch waar. Dit eerste broodje-aap-verhaal is een beetje luguber, maar echt gebeurd. Mijn buurman namelijk, die werkt in het ziekenhuis. Niet als dokter, maar hij werkt in het mortuarium. De kelder waar de lijken worden afgelegd. Nu had mijn collega een nieuwe collega die voor het eerst een lijk moest wassen. Een vrouw. En waar ze aan gestorven was, ach, dat doet hij niet toe en dat maakt ook niet uit. Nou zat mijn buurman net met een boterham en een kopje koffie, dus die had niet veel zin om te helpen. Je neemt een emmer warm water, spons, en als je klaar bent, kom ik de rest wel doen. Nou had die nieuwe collega nogal de zenuwen in zijn lijf, de bibbers. Dus die met de emmer naar de kranen. Maar in de zenuwen draait hij in plaats van de warme kraan de koude kraan open. Durft niet te kijken en knijpt die spons uit boven het lijk. Het ijskoude water klettert tussen de borsten. Het lijk schiet overeind. Ogen springen open. Het lijk stapt van de tafel, kijkt naar die nieuwe collega, slaat hem in zijn gezicht en loopt zo in der blootje de kelder uit, trap op, ziekenhuis uit. Nooit meer teruggezien. Van de ijzige ijskou was het hart van de schrik opnieuw gaan kloppen. Ga maar eens onder een koude douche staan, dan weet je wat ik bedoel. Echt waar. Dat verzin je toch niet?